Welkom bij een nieuwe aflevering van Haaksbergen in beeld. Vandaag hebben we een bijzondere gasten aan onze tafel. We hebben Leon Klasinski en Jan ter Haar. Leon, jij geeft op school voor de groepen 7 en 8 geef jij lezingen over de oorlogstijd. Jouw vader is samen met zijn broer Roman heeft hij gevochten in Polen. Daar hebben ze verschrikkelijke tijd meegemaakt. Kun je daar eens wat over vertellen? Wat voor een lezing je geeft aan deze groepen van de basisschool? Ja, ik deed het eigenlijk vanuit mijn werk als directeur van school. En daarvoor was ik leerkracht. Heb ik het een en ander willen vertellen over de oorlog, de bevrijding en de omgang met vrijheid. En voor mij is dat, heel normaal om erover te vertellen. Want mijn vader die hier veel van meegemaakt. Die was soldaat in 1938 in Polen. Moest vluchten nadat de Duitsers waren binnengevallen. Is toen via de Middellandse Zee uiteindelijk in Frankrijk terechtgekomen. Later in Schotland en toen op die dag geland. En heeft geholpen met de bevrijding. Dus die heeft enorm veel meegemaakt. En het is een, ik zou bijna zeggen, een klein wondertje dat ook überhaupt hier zit. Ja. Want hij heeft 3 keer tegen de Duitsers gevochten. En na de oorlog heel veel Duitse vrienden gehad. Dus het had niks te maken met Duitsers. Maar wel met het regime dat er in de Tweede Wereldoorlog was. En dan belandt in Haaksbergen? Ja, dan, mijn vader belandde in Hengelo, want hij was lasser. Ja. Hij kon op een gegeven moment werk vinden bij Stork. Want er zijn nogal wat Poolse soldaten in Twente terechtgekomen na de oorlog. En daar is een hele duidelijke reden voor. Die jongens die konden niet terug naar Polen. Want als zij terug zouden gaan naar Polen, werden ze vastgezet. Omdat Rusland toen in Polen zat. En de Russen vonden dat als je gevocht had met geallieerden, met Amerikanen, Canadezen en Engelsen, dan was je een deserteur, want je vocht niet voor het communisme. Dus heel veel Poolse soldaten zijn toen in Twente gekomen, rondom Arnhem en rondom Breda, want dat is ook bevrijd door de Polen. En zodoende is mijn vader ook hier terechtgekomen. En daar vertel ik dan aan kinderen op scholen verhalen over. En wat ik er ook zeker mee probeer te doen, is dat je een link naar nu legt. Ik heb toevallig vanmiddag nog een presentatie gehouden. Daar zat ook een kind in de klas en dat kwam uit Syrië. Dus als je het hebt over herdenken en bevrijden en omgaan met vrijheid. Daar stak één jongen een vinger op van. En voor jou is vrijheid en vrijheid heel wat anders. Dan volgens mij kom je uit een ander land. En dan zeg je, Syrië. Dus ook in Haaksbergen zie je dat. En dus het is nog steeds heel actueel om het te hebben over vrijheid en oorlog en wat dat betekent. En het is ook heel, ik moet zeggen, hartverwarmend om te doen en de reacties te horen van kinderen en volwassenen als je het daarover hebt. En wat voor reacties krijg je nou op deze jonge leeftijd van die leerlingen? Er zijn kinderen die, ook dat is een heel, heel simpel voorbeeld. Bij het verhaal van vanmiddag stak ook een van de jongens van het Asse Lyceum de vinger op en zei, meneer, er is ook iets bij de kerk. Daar is iets met een tank gebeurd en daar is nog een klein monumentje. En die jongen had dat dus gehoord en of uitgezocht en vertelt dat dan. Ja. Dus zo willen kinderen daar ook dingen mee doen. En dat heb ik meerdere keren meegemaakt bij dit soort verhalen. Het gaat soms ook hele simpele dingen. Ik weet dat mensen van het Poolse leger hebben moeten wachten bij Diepenheim om te kijken of ze richting Enschede zouden gaan of richting Hengelo en dan kanaal oversteken. En vlak bij Diepenheim heb je de watermolen. Daar kun je heel mooi vissen. Dat doe ik wel eens met Jan ter Haar samen. Maar toen zei een van de jongens van de school in Hengevelde, meneer, maar daar vis ik vaak. En vlak bij die huisjes die daar staan, heeft de Poolse leger moeten wachten om te kijken van welke kant gaan we uit. En dan krijg je van kinderen terug. Het is gewoon prachtig. Ja, dat is mooi. En, maar wat ik dan ook wel weer fascinerend vind, is jouw vader is dus heel erg open geweest om dingen te vertellen naar jou toe. Het heeft wel heel lang geduurd. Ja, dat kan ik me voorstellen. Want, ik verwerk dat meestal ook wel in mijn verhaal. Dat ligt er een beetje aan ook hoe kinderen reageren. Want dat merk je wel of ze het aankunnen of niet. Maar dan zeg je, mijn vader moest oorlogsfilms kijken.
Maar ik heb wel eens meegemaakt dat hij s'nachts rechtop in bed zat achter zijn mitrailleur. Omdat hij aan het schreeuwen was. Ja. En dat vertel je niet zomaar aan kinderen. Nee. Maar soms komt dat naar voren. En zeker in deze tijd. En dan kom ik toch op dat voorbeeld terug van die jongen uit Syrië. Die kinderen hebben het nu nog meegemaakt. Hè? Die zijn niet voor niks in Nederland gekomen. Nee. Dus dat speelt nog steeds. Ja, trauma. Ja. Ja, vreselijk. Vreselijk. Ik had een buurman. Die heeft, toen ik bij mijn ouders nog woonde, die heeft in het Jappenkamp gezeten. En die hoorde je dan ook als ze zomers de ramen opstonden. En schreeuwen, schreeuwen. In zijn slaap. Vreselijk hoor. Bah. Ja. Jan. Jouw oom heeft in een concentratiekamp gezeten. Hoe is dat om dat uit te leggen aan scholieren? Hoe kun je dat vertellen? Het is op zich een beetje lastig, want aanvankelijk was er heel weinig bekend. Mijn oom is de oudste broer van mijn moederskant. Hij woonde in Almelo. Had in begin oorlogjaren gevochten in Zeeland. Er is toen afgelopen, naar huis gegaan, zat in de glashandel. En heeft zich vrij snel bij het verzet aangesloten. Is op een gegeven moment in aanraking gekomen met allerlei mensen. En hij hielp vooral mee met piloten die hier neergekomen waren om die weer een stapje verder te krijgen. Ja. En daarnaast had hij wapens verstopt. En heeft hij bij verschillende groepen heeft hij ondersteuning geboden. Lang verhaal kort, hij is na verloop van tijd is hij opgepakt. Heeft in allerlei gevangenissen gezeten. Is uiteindelijk ook in het Oranje Hotel geweest in Scheveningen. Heeft een jaar lang in Utrecht gevangen gezeten. Op een gegeven moment wisten ze niet goed wat ze met hem aan moesten. Is ook eigenlijk niet echt veroordeeld, maar is uiteindelijk wel in een gevangenis gebleven. Uiteindelijk kwam er een nieuw idee vanuit Duitsland om alle lastige mensen, om die eigenlijk maar gewoon letterlijk in nacht en nevel te laten verdwijnen. Hij was helaas ook een van deze mensen via Amersfoort vervoerd naar Duitsland. En vanuit Duitsland kwam hij eigenlijk in Natzweiler terecht, in het noorden van Frankrijk, onder Straatsburg. Dat was een van de twee NN-kampen. De bedoeling was dat familie niets van jou hoorde. Je mocht dus niet schrijven, je mocht geen pakketjes meer ontvangen, helemaal niets. En de bedoeling was eigenlijk dat je je doodwerkte en dat dan alles klaar was. Ja. Dus mijn opa en oma die hebben eigenlijk na de Tweede Wereldoorlog pas ontdekt dat hij al in 1944 overleden was. Hij heeft daar in Natzweiler een tijd gezeten, vooral om je dood te werken. Maar daarnaast, je kreeg dus weinig verzorging. Het was een erbarmelijk slecht kamp. Uiteindelijk is die, toen de Amerikanen kwamen, moest Natzweiler worden opgedoekt en men moest massaal naar Dachau. Dat was de enige kant waar men nog uit kon. Nou, en hij heeft die reis tussen Natzweiler en Dachau niet meer overleefd. Hij is op 5, 6 september 's nachts is hij overleden in de trein. En hoe kom je aan deze informatie? Nou, het rare begint, bij mijn ouders stond altijd een klein fotootje in een lijstje tussen allerlei andere ooms en tantes die inmiddels dan overleden waren. En er was altijd één zwart-wit en dat was oom Albert. Ja. En oom Albert was eigenlijk helemaal niet zoveel bekend. En mijn vader is daarmee begonnen met uitzoeken. Die heeft wat dingetjes gevonden en ik heb dat eigenlijk jaren geleden voortgezet. Ik ben nog mee aan het uitzoeken. Ja. En geleidelijk aan kom je dus achter dit soort dingen. En Bart Aarolsen, daar waar het internationale Rode Kruis zit, die laten al heel veel informatie los. Ik heb een stuk of 50 documentjes waar bijvoorbeeld op staat dat hij in Natzweiler aankomt. Want die gegevens zijn uiteindelijk toch weer door de Amerikanen verzameld. Een van de wonderbaarlijke dingen is bijvoorbeeld dat hij had een goed gebit, maar hij had geen gouden tanden. Nou, dat zegt al iets over welke kant of het uitgaat. Ja. Want op zich is dat helemaal niet interessant of je wel of geen gouden tanden hebt. Maar in de Tweede Wereldoorlog was dat voor de Duitsers wel een ding, zal ik maar zeggen. Al deze gegevens, daardoor leer je langzaam hoe lang die is, of die wel of niet gezond was. En zo kom je
via NIORD, via Nationaal Archief in Den Haag, via Almelo. Kom je dus bij dit soort dingen uit. Dus ik heb inmiddels wel heel wat verzameld, maar ik ben er nog niet. Nee. En nou, dit soort dingen, zo vertel ik dat niet aan de kinderen, maar het is in feite heel kort. Je vecht tegen de Duitsers, je wordt daarbij betrapt, uiteindelijk krijg je een straf. En via die straf heb je in dit geval pech gehad. En ben je een van de 590 Nederlandse gevangenen die daar uiteindelijk hebben gezeten en waarvan de helft het maar overleefd heeft. Jongen. Ja. Ellende. En Natzweiler is zeer onbekend, net zoals het met de Polen veel te onbekend is, wat die allemaal voor Nederland onder andere hebben gedaan. Ja. Zo is dit kamp eigenlijk ook nog relatief onbekend. Ja, maar je hoort eigenlijk alleen maar 9 van de 10 keer over de Amerikanen en de Canadezen en dergelijke. Ja, ja. En niks over de, niet zoveel over de Polen. Nee, als je in Zuid-Nederland bent, onder Breda bijvoorbeeld, daar is het echt zo, dan is dat zo klaar als een klontje, er waren heel veel Polen, er waren ook meer dan 100.000 Polen. Ja. En natuurlijk de grootste legers waren van de Amerikanen, de Canadezen en Engelsen. Maar er waren veel meer landen bij betrokken. Ja. Er waren ook Belgische soldaten die Nederland hebben bevrijd. Ja. Dat was een kleine groep, maar ook die hebben veel gedaan. Ja. En zo was dat bij de Polen ook zo. Ja. En weer stof om over na te denken. Ja. Er is al 35 jaar draait hier in Haaksbergen het Anne Frank-project, waar jullie met z'n tweeën ook aan meewerken. Ik begreep, Jan, dat jij daar ook de voorzitter van bent. Ja. Wat is het doel van dit project, Jan? Dat is eigenlijk al 35 jaar, zeg je volgens mij, is het inmiddels al wel 40 jaar, geloof ik. Het gaat maar door. Het doel is vooral om alle Haaksbergse kinderen, zeg maar groep 7, groep 8, om die meer onderling van elkaar te laten snappen. Dus je moet begrip kweken voor elkaar. Nou, hoe doe je dat? Door iets meer van elkaar te weten. Kijk, als je door het dorp fietst en je ziet een synagoge, je ziet een moskee, je ziet allerlei kerken en je ziet mensen met allerlei tintjes of niet. Je weet niet alles van elkaar. En dat maakt het al vrij snel dat er eerste vooroordelen al komen van, nou ja, goed, wij willen dat niet. Wij willen meer begrip proberen te kweken onderling voor elkaar. En dat doe je bijvoorbeeld door ook bij elkaar in de religieuze keuken te kijken. Dus we hebben rond 4, 5 mei en die aanloop ervan, dan maken we bezoeken bekend. Basisschoolkinderen kunnen dan naar de moskee, ze kunnen naar de synagoge, ze kunnen naar de Pancratiuskerk. En wat men dan vreemd genoeg ziet, achter die muren, daar gebeurt van alles. Je hebt een aantal verschillen, maar je hebt ook heel veel overeenkomsten. En ons doel is, ontdek die overeenkomsten. Ja. En dan zul je zien dat je eigenlijk veel meer samen hebt dan dat je aan verschillen hebt. En dat is, elk jaar is dat weer heel bijzonder om dat te zien. En ook hoe kinderen in een moskee dingen vragen of in een synagoge. En dan zie je toch wel van, als ze dat project eenmaal hebben gehad, dan kijk je, als je de volgende keer er weer langs fietst, dan denk je, oh ja, dat weet ik nog, dat weet ik nog. Ik weet nou ook hoe het daar binnenuit ziet. Ja, begrip voor elkaar. Precies, ja, en dat hopen we dan. Ja. Maar goed, het is een klein onderdeel, maar wij vinden het heel belangrijk. Absoluut. En het leuke is, als je dan kinderen later nog eens een keer weer spreekt, oh, je was van het Anne Frank project. Ah, toen zijn we daar en daar geweest. Ja. En, inmiddels doen we een aantal dingen meer. We hebben een eigen mobiele tentoonstelling. Waarbij we, want je zei heel goed over heden en verleden verbinden met elkaar. We verbinden ook met de huidige politiek. Wat daarin gebeurt. Populisten. En hoe ging dat voor de oorlog? Maar hoe gaat het nu ook nog steeds? Wat zijn de overeenkomsten daartussen? Waar moet je op letten? Dat soort dingen. Dus er valt nog steeds heel veel te bewaken. En ook vooral heel veel te leren van elkaar. Ja. Dus dat, met jullie in dat project, Leon, ga je ook langs een slagerij hier in Haaksbergen? Ja, wat ik in het project wel eens aangegeven is dat iedereen kent wel Anne Frank. Veel kinderen zijn inmiddels ook bij het Anne Frank huis geweest. En wat wij heel klein proberen te doen is dat je zegt dat we met elkaar zeggen, eigenlijk hebben we ook Anne Frank in Haaksbergen. En Jan noemde net al het voorbeeld van de tentoonstelling die kinderen zelf inrichten. Kinderen gaan bijvoorbeeld een verknipte foto, gaan ze tot puzzel maken. En die hebben we zo gemaakt, en ik moet het niet helemaal vertellen, want die kinderen die het nog niet hebben gezien, die moeten het nog meemaken. Maar je
legt een foto neer die geblindeerd is. Daar rondomheen leg je een puzzel. Ja. En dat blijkt ineens het huis te zijn van Betsy Frankenhuis. En dat is een meisje, dus eigenlijk, wij noemen haar de Anne Frank van Haaksbergen. Maar dat is ook een meisje dat afgevoerd is. En daar zitten in de tentoonstelling zitten daar een aantal dingen die kinderen ontdekken. Jan noemde net dat zijn oom met een trein is weggevoerd. Nou, dat is ook met Anne Frank gebeurd, of met Betsy Frankenhuis gebeurd. En we hebben via het zoeken naar spullen, hebben wij letterlijk de transportlijst gekregen. En kinderen doen iets met een puzzel en zien op de achterkant ineens de naam van de meisje Raafsbergen dat weggevoerd is. Dus zo hopen we gewoon te laten zien dat het heel klein is, maar ook verduveld dichtbij. En zelfs op plekken, je noemde net slagerij. Ja. Iedereen kent niet die slagerij, maar ik denk dat bijna iedereen het huis daarnaast heel goed kent. Want daar ga je zomers naartoe. En meer zeg ik daar niet over. Want dat ontdek je wel bij het project. Ja. Ja. Oké. Okay. Dan komen we eigenlijk, want het heet dus het Anne Frank project. Wie was eigenlijk Anne Frank? Ja, Anne Frank is eigenlijk wel inmiddels wereldberoemd, mag je wel zeggen. Ja. Maar goed, was in die tijd een meisje wat samen met haar oudere zus en ouders moest vluchten. Omdat in Duitsland, we zitten 9 november, de Kristallnacht, is nogal wat gebeurd. En die moest op een gegeven moment toch weer vluchten. Nou, komen in Amsterdam. Hebben iedereen eigenlijk voor de gek willen houden door te zeggen dat je naar Zwitserland gaat, je verstop je in een achterhuis en boven de zaak van haar vader. En uiteindelijk helpt dat verstoppen niet, want je wordt gesnaaid en je moet toch nog met de laatste trein volgens mij van Westerbork ga je naar Auschwitz. En dan is het eigenlijk voor vader en moeder al gebeurd. En goed, zij komt dan met haar zus in Bergen-Belsen. Ja. En ja, wordt ernstig ziek, verhonderd. Ja, daar heb ik nog een stukje over gevonden. En dan wou ik eigenlijk eens, een stukje wil ik eigenlijk eens even voorlezen. En dan heb ik daar eigenlijk nog een vraag over. En de titel is: op een dag waren ze er gewoon niet meer. Anne en haar zus Margot worden eind 1944 in een overvolle trein naar het concentratiekamp Bergen-Belsen gebracht. Hun moeder Edith blijft achter in Auschwitz. Anne Frank komt in Bergen-Belsen kinderen tegen die ze nog uit Amsterdam kent. Ze spreekt bijvoorbeeld nog met Nanette Blitz en Hannelie Goslar, met wie ze op school heeft gezeten. In de winter van 1944-45 verslechtert de situatie in Bergen-Belsen ernstig. Er is weinig eten, er is vuil en vol met ongedierte. Veel gevangenen werden ziek. Margot en Anne Frank krijgen de vlektyfus en in februari 1945 sterven ze. Over hun laatste dagen is niets bekend. Dan denk ik, ja weet je, je hebt op school allerlei, krijg je dus ook verhalen te horen over de gaskamers, dat ze daarin zijn gegaan. Dan lees ik dit, ja, ik denk dat het gissen is, maar wat denk jij, Leon? Wat daar zou kunnen zijn gebeurd, is dat überhaupt achterhaald? Hoe Anne en Margot? Ik denk dat dat gebeurt ook in de verhalen die Jan en ik vertellen ook bij onze bijeenkomsten. Heel veel dingen, daar is het misschien wel zo, hoe meer je meet, hoe meer je weet, hoe minder je weet, dus hoe meer je afvraagt. Ja. En wat we ook richting kinderen proberen te doen, is ja, een heleboel dingen weten mensen. Maar dat zou dus kunnen zijn, ja, volledig uitgemergeld kunnen zijn. Of toch ziek geworden zijn, of toch, en je weet het niet. Maar wat je wel weet, dat daar echt onmenselijke toestanden hebben geheerst. Ja, en dat daar heel veel mensen bij zijn omgekomen. En wat je dan, in ieder geval wat wij dan proberen te doen, is om daar iets van te laten zien waarbij je vragen oproept. En dat je gaat nadenken over, ja, dat mensen elkaar dit aan kunnen doen. Maar wat zou je er zelf ook aan kunnen doen om andere dingen te doen? Dus ja. Dat is eigenlijk een open vraag op jouw vraag. Ik denk dat heel weinig mensen, je weet het niet. Je weet wel dat er verschrikkelijke dingen zijn gebeurd. En misschien kun je daarover nadenken. En wat zou jij er zelf aan kunnen doen om bepaalde dingen te voorkomen. Ja, of niet te laten gebeuren. Of ja. Mee te werken aan andere dingen. Door begrip te krijgen van anderen. Ja. Ja. Dat is wat wij in ieder geval proberen te doen. Heel klein met het Anne Frank project. Door het hier binnen de basisscholen te doen. Want bijna alle basisscholen doen, of de alle basisscholen doen mee. Ja. En bijna elk jaar doen alle basisscholen mee met de groepen 7 en 8 rondom het project. Soms met de tentoonstelling, al dan met de bezoeken en weer met een presentatie.
We hebben 3-4 mensen die dan ook presentaties geven. En dan, ja, dan te kijken wat komt daarvan over. En ja, ook daarvoor geldt bij kinderen. Ja, vraag je maar af. Benieuwd wat jij je afvraagt. En dat zie je ook echt gebeuren. Dat is heel mooi om te zien. En wat kan er verbeterd worden? Ja. In deze tijd. In deze tijd. In deze tijd, ja. Ja, dat is goed. Dat is mooi. Op de Blankenburgerstraat, waar we het al eerder over hadden, daar waar die slager Salomon, Salomon Frankhuis was gevestigd, daar liggen stolpersteinen. Iets wat? Oftewel van die struikelstenen. Ja. Wat zijn dat eigenlijk voor steentjes? Wat, het is bedacht door een Duitse kunstenaar. Die wilde op zijn manier met zijn kunst wat betekenen en ook teruggrijpen op de gruwelijkheden die gebeurd zijn. En daar op een hele kleine manier plekken in verschillende landen laten duidelijk maken dat er iets gebeurd was op die plek. Nou, ik denk, ja, Jan kan dat denk ik het beste vertellen. Ook hier in Haaksbergen zijn dus op sommige plekken zie je goudkleurige steentjes. Ja. En als je op struikelstenen.nl kijkt... Nou, en misschien kun jij daar iets over zeggen. Ja, want jij had het, Jan, jij had het over een struikelstenen app. Ja, er is een, blijkbaar vanuit Eindhoven is daar een project gestart, omdat ze daar ook van die struikelstenen hebben. Ja. Om dat meer bekend te maken bij mensen. En wat ze daar onder andere hebben gedaan, is voor hunzelf een app ontwikkelen. Maar die is inmiddels voor ons hele land. En dus ook Haaksbergen staat daar bijvoorbeeld in. En dan kun je bijvoorbeeld zien dat de struikelstenen bij de familie Frankenhuis, die staan er bijvoorbeeld in. Ja. Maar er staan er meer, want er liggen hier meer stenen in Haaksbergen. En dan komt ook al een beetje informatie bij van bijvoorbeeld het gezin. Volgens mij is er een foto bij van het gezin Frankenhuis. Dus er komt meer informatie bij. Dus het steentje heeft niet alleen maar meer dat je denkt van, oh ja, je struikelt eigenlijk, of wat is dat eigenlijk? Maar er komt nu meer informatie bij. Dus... ja, en dan kun je dan ook vanuit die app kun je dat dan ook lezen en er staat mooi tekst bij. Ja. Ik heb datzelfde doorgegeven aan Niek Engelberts van de basisschool de Paus Johannes. Ja. En die gaat bijvoorbeeld, we zijn inmiddels ook iets internationaler met AHO's en de Paus Johannes school en de Frank Reaal scholen. Die hebben een uitwisseling inmiddels en door corona is dat even een kink in de kabel. Maar die kinderen kunnen dan bijvoorbeeld hier in Haaksberg ook samen door het dorp lopen en dan ook via die steentjes kun je weer verder komen met van ja, waarom liggen die hier en waarom hoort dat nou toevallig ook bij dat Anne Frank project. Dus en dan gaan dus ook die basisschool ook naar Duitsland toe, naar die school daar of in het dorp om te kijken naar die struikelsteentjes. Ja. Leon kan er nog wat meer over. Ja, dat gebeurt dus bijvoorbeeld bij de Paus Johannes school. En dat gebeurt al jarenlang met leerlingen van het Assink. Ja. Die hebben, dat is eigenlijk een soort paraplu. Langzaam maar zeker ontstaat er zoiets als het herdenken. En dan nadenken over bevrijding en over vrijheid. En als je dat als paraplu neemt in plaats van alleen 4 mei, 5 mei en dat soort dingen te pakken. In Haaksbergen zou je kunnen kijken, 27 januari. Is Anne Frank omgekomen en er is een Anne Frank boom in Haaksbergen. Ja. Op 24 maart is er een bombardement geweest in Haaksbergen waar nog steeds veel familieleden last van hebben of daarmee te maken hebben gehad wat daar gebeurd is. Er is een monumentje opgericht. Op 4 mei herdenk je is de dodenherdenking. Maar op 1 of 2 april is Haaksbergen bevrijd. Dus we maken een soort tijdlijn. En dat gebeurt samen met het comité 75 jaar herdenking. Dat mogelijk later een andere naam krijgt. Waarbij je een soort tijdlijn gaat vastleggen met elkaar rondom dat thema van herdenken en vieren van bevrijding en vrijheid. Nou, en daar zijn we nu met z'n allen mee bezig. En daar zit dus ook die uitwisseling van leerlingen in. Ja, interessant. Die jaarlijks plaatsvindt. Ja, we blijven ermee aan de gang. Ja, heel mooi. Laten wij hopen dat we nog mooie vrijheid... en in blijheid allemaal verder kunnen gaan. Ja. Een interessant gesprek. Ja. Mooi. Dank jullie wel. Ja, graag gedaan. Wij danken jullie voor het kijken. En tot de volgende keer bij Haaksbergen in beeld.